Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ga ik de bandendruk uitleggen van een 29er mountainbike. Het is belangrijk dat je rekening houdt met een aantal omstandigheden, zoals je eigen gewicht, de plaats waar je gaat fietsen en natuurlijk de omstandigheden die meespelen, zoals het weer. Om te beginnen heb ik een schema gemaakt die jullie nu zien in beeld. Hierbij heb ik verschillende bandbreedtes gepakt en heb ik het gewicht meegenomen van de fietser. Zoals jullie al kunnen zien in het schema zit er een verschil van 45 kilo tot 105 kilo. Een lichter persoon moet natuurlijk de banddruk lager zetten dan een wat zwaarder persoon, omdat hier wat meer druk op komt. Bij de verschillende omstandigheden moet je rekening houden met regen of juist droge omstandigheden. Wanneer het regent adviseer ik meestal om je bandendruk wat laag te zetten. Zo heb je wat meer grip, zo kunnen je banden wat beter de grond pakken. Is het vrij droog in het bos of rijd je veel over de weg heen? Zou ik de banden wat harder zetten? Zo is de grip wat minder belangrijk en kan je de banden weer wat harder zetten om wat meer vaart te maken. Daarnaast is het belangrijk dat je rekening houdt met de plaats waar je gaat fietsen. Ga je bijvoorbeeld fietsen in de Alpen of Ardennen of Limburg, dan is het belangrijk dat je banden juist niet te hard zet, maar ook weer niet te zacht zet. Houd het schema aan wat ik gemaakt heb. Je kan je banden juist nog wel iets zachter zetten dan dit schema. Wanneer je een afdaling rijdt en bijvoorbeeld een rockgarden, is het belangrijk dat je banden juist niet te zacht staan. Hierdoor kan je een stootlek krijgen. Wanneer je banden weer te hard staan, heb je weer weinig comfort. Zeker bij wat grotere jumps is het belangrijk dat je banden wat op kunnen vangen. Ga je bijvoorbeeld fietsen in Nederland, dan zijn de bossen meestal mooi uitgestrekt. De paden zijn aangelegd. Je hebt hierbij aangelegde parcoursen. De paden lopen mooi door het bos heen. Je hebt eigenlijk weinig rockgardens. Dan kan je banden weer wat harder zetten. Daarbij is het comfort weer wat minder belangrijk. En hierbij is het ook belangrijk dat je weer wat meer vaart kan pakken. Dus bij wat meer druk kan je wat harder rijden door het bos. Dan neem ik eventjes een voorbeeld. Wanneer ik zelf ga fietsen in het bos, vind ik het belangrijk dat ik mijn banddruk van voren wat lager zet dan van achteren. De meeste druk komt ook op het achterwiel. Wanneer je de druk van het voorwiel eigenlijk even hard zet dan bij het achterwiel, kan je een bocht wat sneller wegglijden. Wanneer je de druk in het voorwiel wat lager zet, heb je wat meer grip in de bochten met je voorwiel. En het geeft uiteraard wat meer comfort. Ik zet mijn bandendruk daarom ook meestal op 1,5 bar van voren. En in mijn achterwiel zet ik hem meestal op 2 bar. Volgens het schema moet ik hem op 1,7 bar zetten. Dus ik zet het mooi tussenin. Van voren wat lager en van achteren wat meer. Wanneer je het schema aanhoudt, kan je er zeker van zijn dat je goed zit en dat je de juiste banddruk aanhoudt. Ik hoop dat jullie de video duidelijk vonden. Geef dan een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal en ik zie jullie weer de volgende keer.